Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. En ik wil niet in herhaling vallen, ik wil niet tonen dat ik oud ben door te veel in herhaling vallen. Maar ik wil wel zeggen dat ik oprecht heel dankbaar ben. Het feit dat de video van voor mij nog vandaag, die van donderdag, um, het, 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 het bijna nog beter doet dan de video van de dag ervoor. Terwijl ik zelf dacht dat die video van gisteren uh, aanzienlijk minder bijzonder was dan degene van de tweede voor. Want ja, ik pekte toch minder goede dingen, maar het is echt insane. Dus dank jullie wel voor dus deze video weer. de 600 likes halen binnen 24 uur, dan heb ik op zaterdag weer een nieuwe video. En... Um, we hebben zaterdag dus al gewoon weer een stream. Ik ben elke dag ook nu redelijk live, sinds vorige week vrijdag zo'n beetje. Uh, en het gaat op zich wel. Ik stream niet elke dag FIFA, want dat, daar, dat is niet echt te doen voor me. Uh, maar het, het is leuk om te doen. Ik heb vandaag die play-offs er doorheen gejankt live op stream met jullie. Ik uh, ga laten zien hoe we Gullit gebruikt hebben. Ik heb hem tien echte potten gebruikt, want ik kwitte twee potten op 0-0 in Rivals. Want mensen gingen achterin rondtikken bij een gelijke stand. Toen dacht ik, hé... Hey, Bok lekker op. Um, hij heeft 10 goals en 3 assists in 10 potten. Hij is mokertje goed. Uh, maar ik wilde wel wat zeggen, want ik, kijk, jullie zijn ook heel aardig voor mij. Zeg maar, ik probeer dingen voor jullie te doen in de vorm van die videos en streams en dergelijke. Maar jullie zijn ook aardig voor mij. En er waren wel mensen die zeiden uh, dat het vervelend was dat ik die kaarten vorige video niet koos, uh, omdat ik ze al had en daardoor koos voor de kaart die ik nog niet had. Dus ik koos bijvoorbeeld niet Immobile, ik koos niet Menjan. Want ik zei. In die video, of dat was, ik dacht het, ik zei het niet, maar ik gaf het aan in de comments. Um, ik hoef bijvoorbeeld niet verder dan Torres, want ik heb Gareth Bill. Dus ik had zoiets van, waarom zou ik die folderkaarten gebruiken als ik de SPC niet wil doen? Zo van, waarom zou ik die doen? Ik heb geen behoefte aan de kaart, ik, ik, ik ga hem denk ik niet gebruiken. Maar mensen zeiden, ah oh, dan kun je hem gewoon grinden, je hebt toch de folder en de coins. En ik had zoiets van, weet je wat? Mensen hebben gelijk. Dus vanaf nu, als ik denk: oké, okay, ik hoef geen SBC te doen, maar ik heb nog wel vodder over, of, of we krijgen dubbele kaarten, dan gaat het in Eusebio. En als we Eusebio hebben voltooid en het gebeurt nog steeds, dan andere kaarten. Ik zal zorgen dat we dat niet meer zullen hebben. Dan hebben we de man van de 5-0 en eh, link me ook goed. Deze kaart, ik ga het zeggen, is beter dan Jude Bellingham. Ik ga het zeggen: hoog, hoog werktempo, 4-star skills, 5-star weak foot. Echt geweldige stats. Jude Bellingham is 70k nu bijna. En als je deze ziet, snap je dat eigenlijk wel. Ik, sommige mensen hebben niet Objective een babboe gedaan. Andere mensen hebben hem al ingeleverd. En andere mensen. Ik heb geen idee. Andere mensen iets anders. Je kunt hem ook linken met, uh, als je hem nog hebt, Da Costa. Je kunt hem linken met ABDP. Lezen 98 graded hero kaart. Want voor 87 graded. Met een team teamsweek, of week of team of season. En één Bundesliga speler. Is dit een geweldige deal. Kijk, ik ga hem niet unlocken. Want uh, ik gebruik een Babu niet. Ik ben super tevreden met mijn team, zoals het nu is. Uh, ik hoef hem even niet, maar ik kan 100% zeggen als je ook maar een deel een Bundesliga-team hebt, of je hebt gewoon überhaupt die AB, die Pele, en of je en of je hebt een Babu, ...absoluut halen. Dit, ik moet zeggen, dit houdt de trend goed vast van dat heel veel van die futties SBC-spelers zijn geweldige value door IA. IA doet heel veel fout. Kunnen we eerlijk in zijn? Maar de SBC's voor dit soort dingen doen ze heel erg goed. Nou, wat we ook nog hebben meegepikt is een 86 plus player pick. Uh, ik lever deze inform in, ondanks dat die niet nodig is. Want ik heb nog een transferlijst staan eentje. Uh, en op deze manier. Ik wilde niet te veel van de 83 plus kaarten gebruiken. Die ik had gekregen in die 82 plus player picks die ik deed. Want dan dacht ik, anders verpest dat een beetje het idee. Die wil ik bewaren voor SPC's waarbij het meer nodig is. Dus wij hebben één van de vier 86 plus. Laat ook zeker als je wilt in de comments weten welke jij hebt. Ik ben er altijd wel benieuwd naar. En ik krijg dan... Oh, Davies. Die is heel erg goed. Uh, althans, hij is snel, vooral. Uh, en de hoogste rated van de vier. Dus we nemen hem. Uh, goed, ik, ik wil hem graag gebruiken. Maar ja, het ding is dan: vergelijken met andere kaarten. En met wie ik hem kan linken. En dan kom je erachter dat het eigenlijk niet heel erg kan. Dus dat is wel een beetje zonde. Ik heb nog een paar packs. Uh, ik heb nog packs van playoffs. Ik ging voor vier wins op stream. En daarna gaf ik de wins weg. Uh, je kan natuurlijk gaan voor meer winst. En dan kan je iets betere packs krijgen. Alleen voor mij hoeft dat niet per se. Ik gun de andere mensen graag. En het is, het, het is de categorie van: het is een goede daad, omdat je een goede daad wilt doen. Ik hoef die winst niet weg te geven. En ik heb er ook niks aan. Maar ik vind het wel gewoon. Ik vind het leuk om te doen. Of laat ik het vooral zeggen. Ik vind het geen probleem om te doen, weet je want We hadden ook één iemand, dat was wel leuk. Uh, we hadden één iemand die stuurde. Uh, waar staat hij? Hier, deze man stuurde mij een berichtje vind ik heel aardig. Hoef je niet te doen, maar hij had er wat aan. Hij waardeerde het. Ik vind het helemaal super, weet je wel? En dat is de kern van FIFA zeker in deze fase van de game. Je hoeft in wicked league oh. Uh, welke? Uh, oh, Claude Maurice, maar dan zijn andere kaart. Hij is 84 maar. <laughs> dat valt een beetje tegen. Uh, hij is tradable though. maar hij is ook maar 10k waarschijnlijk. Ja, hij is echt 10k inderdaad. Een 84 special card do die we nog niet hadden. Uh, kan ik deze dan gelijk naar de club sturen of nou, dat moet ik zo meteen op een andere manier doen. Nou ja, Komt wel goed. Uh, die gaan we zo naar de club sturen. Die Hofman. Uh, de Rare Gold Packs. Die komen dan van de playoffs, denk ik. Ik weet niet waar ik twee Rare Gold Packs anders van vandaan zou krijgen. Lage Walkout. Super. Kielini. Uh, weet niet of ik die heb. Nog niet. Dat is duidelijk. Uh, ik had al die kaarten nog niet, dus dat scheelt. Hunter is ook welkom. Uh, want die heb ik nog wel nodig voor een paar kaarten. Uh, en ik moet zo nog wat doen wat betreft mijn team. Of vooral wat uitleggen wat betreft mijn team. En waarom ik sommige kaarten dus wel en niet gebruik op dit moment. Uh, en ik wil jullie wat keuze geven, aangezien. Ik, ik probeer jullie een actieve rol te geven. Om jullie een reden te geven. Te zeggen van oké, okay, we blijven hangen. We blijven kijken, natuurlijk. Nog een 100k-pack. Uh, deze komt van Rivals. Ik zal zorgen dat we komende week weer in Elite zitten. Dan hebben we ook nog de playerpick erbij. Wij krijgen uh, een Udegaard weer. En die heb ik dus al. Uh, of het ik durfde te sferen dat ik hem al heb inderdaad. En niet ingeleverd. En een paar hoger rateds. Um, Oké. Okay. Dus dan gaan we nu een squad doen. Met daarin Odegaard, Bruno en Martinez. Dus een Eusebio squad. Odegaard, Bruno en Martinez. En wat andere. We kunnen wel een 86 doen denk ik daarmee. Um, dat doen we een 86 met een inform of een champs player. Ik kan hier dus een red gebruiken. Wat, uh, nou ja, is op zich wel een goede optie om te hebben. Dus. Uh, wacht. Sorry, we gaan niet op nieuws. Kijk, het enige probleem waar ik nu tegenaan loop, is. Um, ik, Het was Eudegaard, Bruno. En nog een kaart. Maar ik weet de derde kaart in kwestie niet meer. Oh ja, de derde kaart was Lautaro. Gelukkig kan je teruggaan en dat checken. Ik voel me zo dom als ik het soort dingen vergeet altijd. Maar goed, het is wel handig dus voor de video. Um, en ik, ik moet wel zeggen dat ondanks dat ik Eusebio niet per se hoef. Um, als we hem unlocken gaan we natuurlijk wel gewoon een keer laten zien hoe hij speelt en allemaal dat soort zaken. Want als je hem toch hebt, dan wil ik toch mensen het idee geven van: oké, okay, dit is hoe die is, zo gebruik je hem, of zo werkt hij het best, allemaal dat soort zaken. Uh, dus hammer in en dan kijken we nog even hoe we dit invullen. Kijk, dan gooien we er nog een paar kaarten in. En dit, je, je kan me argumenteren, zeer terecht, dat dit niet allemaal nodig is wat ik nu doe. Maar het is gewoon een beetje om, om dingen aan te vullen en dergelijke. We moeten wel wat cam halen, namelijk. Nou, daar komen we op zich wel aan. Hiervoor kan ik dan wel zo'n Kaelor Navas inleveren, die we dan hebben. En dan. Oh, ik zit nu al 84, we komen er wel. Dan kunnen we zo meteen nog een beetje eraf schaven, dat komt wel goed. Kijk, kijk zo worden er dus 87. Uh, wat dus een klein beetje overkill is. Eudegaard moet er dus wel in blijven. Um, dus dan droppen we gewoon. 1 of 2, 83's erin. En dan komen we, komt het wel goed, denk ik. Dus wie er dan uit mag blijven, Bruno moet erin, hij moet erin blijven. Uh, ja, Kalor dan uit. Ik moet maar 60 chems zijn. Kan ik nog een kaart eruit halen? Ja, dit kan ook eens wel. Het is wel, is het wel gelijk uh, RIP uh, chemistry. Um, Oké, okay, dit mag dan net niet. Oké, okay, we hebben een kleine oplossing gevonden. We gooien Mount erin. Uh, want Acuna hoeft er ook niet in. Deze manier 86 rated, 60 chemistry. Ik krijg mijn Prime Electron Players Pack voor. Uh, niet het beste pack. Ik denk ook niet dat er een minimale rating op zit. Als ik heel eerlijk ben. Ja, ja, 180 plus. Maar. Voordat we dat doen, drie dierenclub in. Een uh, Vela pack ik nog 20 miljoen keer. Dus die vind ik dan niet de moeite waard om eens een SPC te checken. Uh, zou je wel kunnen doen natuurlijk voor optimale efficiëntie. Maar ik denk dat het mij vergeven wordt in de comments als ik het niet doe. Uh, de 80 plus is een Uruguayans Jimenez waarschijnlijk weer. Nee, Coates. Dat is prima, want die had ik nog niet, zoals je kunt zien. Uh, en die andere twee kunnen we dan missen. Dan is het ding dus wat betreft mijn team. het uh, volgen comments natuurlijk van mensen die dan bijvoorbeeld op stream... Uh, die bijvoorbeeld de video nog niet hadden gezien. Die dan zeggen als ze naar mijn team kijken. En ik zal het laten zien voor context. Die dan bijvoorbeeld zeggen haal Cole eruit voor Ramos. Kijk het ding is... Uh, en op dit punt ben ik er heilig van overtuigd. De 4-4-2 is de enige formatie waarmee ik consistent iets kan. Ik ga niet zeggen dat ik goed ben. Maar het, het, het lukt me ermee om in Elite gewoon makkelijk mijn winst te halen. Om in Weekend League makkelijk te halen wat ik wil. Maar... Uh, Joe Cole staat daar omdat hij in-game is die rechtsmit. Uh, Acuna in-game linksmit. Dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen om optimaal gebruik te maken van alle CM's die ik heb dat ik op een gegeven moment 3-5-2 ga spelen, um, zodat we wat meer kunnen doen daarmee. Maar dat moeten we dan dus even kijken. Dus mijn vraag aan jullie is, ik, ik ga deze week in, in Wicked League uh, in ieder geval wel dit proberen, omdat ik wil Gullet een kans geven, kijken hoe hij het doet in Wicket League en zo. En dan kunnen we na deze week uh, altijd nog een beetje rondschuiven. Dus van dit soortje spelers op de bank. En dan nog ja, een beetje wat in de club zit. Maar dat, dat heb je allemaal al wel een keer gezien. Lewandowski, uh, Kimmich, Van Dijk, uh, Solskjaer. De, de, de gang, basically. Ik, ik kan al deze kaarten gebruiken. Uh, we hebben er we hebben nog meer. Maar je, je, als je de video's kijkt, dan heb je het meestal wel een keer gezien. En je kan het altijd nog al voor een momentje op pauze zetten. Ik kan die kaarten gebruiken. Ik kan er een goed aantal ervan inleveren uh, om een CBO te halen en dan die kaarten testen. Maar dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik zeg. Dat laat ik aan jullie. Het enige wat ik met 100% op kan doen, is dus deze twee. Krijg je two Rare Gold Packs voor? Nou ja, kan goed zijn, kan slecht zijn. We komen er wel achter hoe dat is. Uh, maar we kunnen dus hier enorme stappen mee maken. Torres zag ik ook al: voor iemand in Rivals. En dat is inderdaad dus wat ik zei: is gewoon de kaart die je moet gebruiken uh, als je Bill niet hebt. Want het, het is een goede kaart. Wat hij niet heeft, wat Bill voor mijn gevoel meer heeft, is meer physical. Uh, en Bill's shooting lijkt op het oog altijd iets beter. Um, alleen hij linkt gewoon met wat mindere kaarten. En mijn tegenstander linkt hem dan met twee icons. Uh, hij start als 7k 4-uur 4, 2, 2, 2 spit uh, Hij linkt hem dan met twee icons en een La Liga-speler. Het kan wel, het kan zeker. Maar je moet hem maar net willen. Want ook hij valt onder de categorie van geweldige value 83 en 84. Ik denk dat ze. Nou, het zal niet veel schelen, bijna even duur zijn. Want het scheelt dus om en nabij... Ik heb, ik heb het even gecheckt. Ik wil het gewoon even zeker... Als ik, als ik dingen ga vergelijken, moet ik ook zeggen. Hij is dus kennelijk volgens Fudbin om en nabij 94.000 coins. En zo komt op dit moment uh, neer op 102.000 coins. Wat, kijk... Ik weet dat in de huidige markt heel veel kaarten... Nou, nee, even niet waardeloos. Maar ze worden wel veel goedkoper. Kijk naar Bellingham, 70k bijna. Maar als je deze kaart kan unlocken... En kan linken met een Babu of Pele... Of hoe dan ook je hem in je team wilt hebben... Deze kaart, weak Weekfoot, hoog, hoog. Ja, dat, dat is top. ze snappen het goed. En dat maakt mij enthousiast voor. Ja, het zal badge 3 worden. Het enige wat ik hoop is dat EA wat slimmer is met, uh, met de game modes die ze releasen. En wat ik dan vooral bedoel, en waar we het meest van gemerkt hebben: van dit werkt niet zoals het nu is. Um, is bijvoorbeeld deze Fut Gold en Fut Silver. Leuk te doen. Rewards waren top. Uh, en hoeveel je ervoor moest halen, ook prima. Alleen. Elke, ik geloof dat het dit jaar drie keer is geweest, met dit meegeteld, misschien vier keer hooguit. Elke keer als EA zoiets released van uh, deze game mode tegen die game mode, dan wordt het wordt altijd, het duurt lang, het, wordt moeis, het gaat moeizaam. Dat is niet altijd ideaal. En wat ik vooral hoop, en wat we nu al weten, en op het moment dat je dit ziet, weet je het waarschijnlijk al wel... Um, er komt de Serie A Cup. Want elke keer is het tot nu toe zo. Bij de eerste keer dat we konden stemmen. We hadden Premier League spelers. Premier League Cup. Tweede keer Brazilië. Braziliaanse Cup. Zal nu waarschijnlijk Serie A zijn. Ik hoop dat IE het niet weer verneukt. Ik wil niet 18 spelers van één club. Ik wil niet 11 spelers van één league. Zodat mensen dingen kunnen inwisselen. Ik wil dat je hiervoor nodig hebt. Max 1 leenspeler of 0. Dat maakt mij niet echt uit. Uh, maar 18 spelers van de Serie A. Zodat mensen niet random hun icons kunnen inwisselen en zo. Want dat is waar deze game voor horen te zijn. Dat je wat anders dingen, zeg maar, althans niet andere dingen per se. Dat je een cup, aparte cup hebt of een mode met wat uitdaging. Dat je wat anders moet gebruiken dan normaal. als je dat niet kan handelen, dat, dan is dat acceptabel. Maar ik heb zoiets van, deze modes zijn speciaal daarvoor. En ik hoop dat EA beseft van, hé, hey, dit is wat die game mode zo leuk maakt. Verpest het alsjeblieft niet. Silver Lounge kan je doen, want er is een nieuwe Diallo Voor United. Maar er zit geen token in. Je hebt niks aan die silverkaart. Je hoeft hem in principe niet te doen. Maar. Dat is het even voor nu. Uh, ik ben benieuwd naar jullie input, dus ik zal zeker kijken naar die comments. Uh, ik, ik, ja, ik vind jullie support echt insane. Dus ik, ik wil vaak genoeg bedankt zeggen, maar ik wil ook niet te veel in herhaling vallen. Dus uh, we gaan bezig blijven met Eusebio. Wij gaan Gullit gebruiken. Allemaal dat soort kaarten. En dan, uh, ja, ik zie jullie vanavond en morgen weer. Joe joe.